Hold up. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe review. We zijn vandaag op de kermis in Kampen. Dit is een kermis die 4 dagen duurt op het Van Leutsplein met z'n allen. Nou, we gaan een rondje lopen en kijken wat hier allemaal te doen is vanavond. Trip Temptation van Bosma en Vick. Heeft goede shows met. Doet ook mooi in de ledverlichting. De hele overrides komen trouwens nog in aparte video's op dit kanaal later. Dus blijf dat zeker even in de gaten houden. Maar die is al gesloten vandaag met ons heel veel andere zaken, terwijl de kermis nog wel een uur open zou zijn. Ja, deze mannetjes zitten gevangen, dus die gaan ook niet naar de kermis komen vandaag. Ach, toch nog een zaak die open is vandaag, de New Generation Autoscooter. Autoscooter van Venekamp en Zonen kwamen ook al even tegen in Dalsen. Ergens in mei was dat. En ik experimenteer even een beetje met de camera. Dit is licht genomen, zeg maar. Dan, kijk, is dit in het donker? Laat even weten in de reacties wat jullie het beste vinden. Het donkere beeld is wel wat scherper en ja, het blijft wel donkerder, dat toch wel. Mooie autoscooter. Nou, mooi verlicht allemaal, dat is zeker vast in orde. LED-lampjes. Ja, de autoscooter op zich is toch ook heel erg mooi. Ook hier kan je de hele off-ride later nog terugvinden op het kanaal, mensen. Nou, het was een kleine kermis hier in Kampen, maar wel een rare kermis. Heel veel zaken waren al dicht. Ja, de autoscooter was nog open. Ondertussen is Trip Temptation ook al dicht gegaan. Nou, hier de rally van Bartels is ook al dicht. Nou, de autoscooter die blijft toch wel open, denk ik, tot eindtijd van de kermis. Dat altijd toch wel goed te doen heeft. Maar deze kermis was toch niet echt een aanrader, mensen. Natuurlijk niet heel grote verwachtingen hebben. Maar als je de kermis tot 11 uur wilt laten draaien, nou, dan moet je dat ook doen en niet al alles opruimen om 9 uur, 8 uur. Oké, je kan een attractie sluiten, maar bijna alle kramen waren hier al dicht toe aankwamen. En
Ja. Ik zeg bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt om op de hoogte te blijven. En ik zie jullie graag bij een nieuwe video. Tot dan!